We krijgen straks een bloopersfilmpje. We krijgen straks een bloopersfilmpje. Ja. Lucas. Ja. Jullie deden in 2012 mee met Woodcamp. En jullie hebben gewonnen. Heel vet. Wat was dat voor project? Dat was Hulon Spoor. Toen waren we net bezig met Philips Hue-lampen. Hadden we net cloud, bla bla. En toen was Philips, aan Philips kant was nog zo'n heel klein dingetje met Philip, Jan en George. Die daar gewoon aan het hoofd stonden en shit aan het fixen waren. Ja. En wij wilden daar natuurlijk iets leuks mee doen. Dus George hadden we aan boord gekregen. Die deed mee met Woodcamp. George, wat was de rol van George? George die reist nu de hele wereld over als gewoon echt CTO van Philips Lighting. Ja. Echt high up the tree. Maar wij hebben dus in 2012, deed hij mee aan Woodcamp. We hebben nog hele mooie foto's dat hij zo ligt te snurken in zijn slaapzak. En supermooi. En wat we toen gemaakt hebben, het was een app. We hebben toen QR-codes op Hulon Spoor perron 6 gehangen. Ja. En als je die dan scande met je telefoon, kwam op je website terecht, hulonspoor.nl. .q42.something. Waarin je een foto zag van ons pand. Ja. Wat dus aan de overkant van spoor 6 is. Dus je zegt, hey, foto, pand. Ja. En dan kon je op ramen klikken. Ja. En vervolgens op een kleur. En dan zag je zo in real life zag je de lampen voor dat raam. Dus we hadden iets van 60 lampen zo langs, langs de hele pui. Kon je daarmee spelen. Kon je dat raam wil ik die kleur hebben en dat raam die kleur. Ja. En als Raoul dan een keertje om 11 uur 's avonds nog zat te typen, dan ging de discoverlichting opeens aan. En dan zat de gasten, die zaten gewoon alle ramen zo te veranderen. Vet. Ja, supermooi. Dus terecht gewonnen. Uiteraard terecht gewonnen, ja. Vet. Dit jaar weer winnen? Dit jaar weet ik eigenlijk nog niet. Gaan we het zien? Nee, is een goede vraag. Ja. Pitches komen eraan. Verzin nog even snel wat. Ja. Cool. Ja. Dankjewel. Druk bezig.